Banjo Town! Yo, wat up gasten, welkom bij deze nieuwe... was het maar een nieuwe Banjo Moe? Ja, was het maar een keer zo'n feest dat we dat gingen zien op deze aarde. Welkom bij Banjo Town, het is dinsdag, dus dat betekent Vraag Je Vrijdag. Nee hoor, welkom bij dinsdagtip. De dinsdagtip! En vandaag in de dinsdagtip... Wow! Sommige dingen zien er in je hoofd beter uit. De eerste dinsdagtip is dat je dat niet moet doen als de camera aanstaat. Net als een broodje eten in aluminiumfolie achter de camera. Dat is ook echt hoor. Applaus voor onze cameraman. Applaus. Toffa! Nou, wat hebben we vandaag? Het is een orgasmatron. Oh, wat leuk. Kijk, doe je dit weg? Je gooit ook het ding weg. Kijk, dan heb je dit dus. En dan kan je hier bacon in doen. Dan pak je wat mayonaise thuis erbij. Dan de mayonaise doe je, de bacon doe je hierin. De mayonaise smeer je over de bacon. En als het dan nog wat te veel ruimte is voor jou, dan kan je nog altijd het opvullen door middel van kaasblokjes. Wat ik zelf ook wel vaak doe is meel. Meel is vaak kneedbaar. Dus met bacon en mayonaise is dat fijn vloeibaar. En misschien een piep in de montage erbij. Hoe werkt het dan met kaasblokjes? Met kaasblokjes? ik zat ook even zo. Ik moet echt een beetje kaas heeft van die gaten. Dus dat kan. Maar we hebben vandaag dit ook heel ontspannend. En ik denk dat heel veel mensen dit al kennen. Laten we testen of deze doet. Oh. Werkt het? Oh, dat voelt raar, man. Ja? Ja. Kut zeg. Oké. Heb jij vlooien? Heb jij iets naars? Vlooien? Ik ben geen hond. Nou. Oké, mijn haar ziet eruit als een dode kat, maar... Ja, ik heb een paar van je parodies gezien. Dat ik denk... Is dat honden hier trouwens ook? Honden reageren hier ook op, is dat? Ja? Ja, zie je toch? Wow! Ja, dit is... Het idee hiervan is dus dat het een soort hoofdmassage is. Ja, het stimuleert doorbloeding ook. Biotown wordt scheikundig en al. Ja, helemaal niet scheikundig. Ja, echt hoor. Maar... Oh ja, doe het nou met mijn beurt. Hoe lang is het? Oh. Ja, ik was het niet. Ik dacht, ik ga wel vermanden, maar ik vind het... Ik krijg hier zulke rillingen van. Vind jij dit daar als dit gebeurt? Ik ben nu echt een alientje van een andere planeet. Ik heb nu contact met mijn moederplaneet. Ja, hè? Maar als je het bij jezelf doet, is het veel minder erg. Ja, dan werkt het niet zo goed. Nee, dat was een beetje hetzelfde als met, oké, maak je niet af. Oh, dit is een goeie, als jij een nare opmerking geeft, dan doe ik gewoon, Tering, Jantje, ik vind dat echt een kut, denk ik. Even serieus, wat vind jij ervan dan? Ja, ik vind het geen video waard. Nee, ik vind het wel geinig. Ja, het is een van die dingen die iedereen wel een keer in zijn leven heeft gezien bij iemand anders thuis of wat dan ook. En dit is ook echt zo'n typisch ding, die heeft altijd iemand anders, dit heb jij nooit zelf in huis. Nee, precies. En dit kom je altijd tegen bij anderen. Want hoe duur zou die zijn, denk je? Ik hoop niet duur. Ja, ik hoorde het achter de camera 4 euro en ik zat zelf ook een beetje aan 3, 4 euro te denken of zo. En kijk, voor 3, 4 euro is het wel geinig, heb je er een keer plezier van. Helemaal als Thomas of ik kutopmerkingen maken, dan doe je gewoon zo. Maar als je voor 4 euro eenmalig plezier wil hebben, kan je beter gewoon naar de McDonald's gaan of zo. En gewoon 4 euro knallers halen en dat lekker wegvreten, want daar heb je veel meer plezier van. Het enige wat wel leuk kan zijn, is misschien voor een prank video. Als je dit gaat doen in de tram of zo, hè, dan jij gaat dat doen bij iemand en ik film het van voren. Dan heb je echt een leuke video. Wacht. Zullen we het proberen? Zullen we het testen gewoon? Nu. Ja, neem maar gewoon de camera mee en doe het bij iemand. Hey, weet je wat, je mag het proberen. Weet je Toos, je mag het voor mij proberen. Eindelijk iemand die bij dinsdag tip wat diepgang wil geven. Dus kijken naar hoe Thomas dit doet. In 3, 2, 1. Nou, dat is toch, dat was me wat. High five, ik schrik ervan. Ik ook. Mensen hier zo op reageren, weet je, die 4 euro knallers, ik heb liever dit nu. Eigenlijk wel, hè? Ja, dit is... Nu we dit gezien hebben... Dit is Oscar materiaal, dit is Nobelprijs materiaal. Absoluut. Geloof mij, hiervoor komen Mahatma Gandhi, Einstein, Napoleon, komen allemaal terug uit het graf om dit mee te maken. Dit is groots. Kijk, je hebt een met het schedel van Gandhi. Oh, Gandhi shit. Dit is een soort ASMR video. Ja, het klinkt toch niet zo lekker op een schedel. Weinig levensgaande. Ja, het is ook echt een beetje naar, sinister. Nou, heel erg bedankt voor het kijken van deze video. Stuur hem door naar al je vrienden als je hebt genoten. En als je geen vrienden hebt, stuur hem dan via Twitter naar ons. Ja. Dus wij je vrienden voor vandaag. Ja, dat laten we voor vandaag.
Alleen vandaag. Alleen vandaag. Niet dat je denkt dat we morgen nog je vrienden zijn. Alleen vandaag. En als je deze video twittert. Ja. Of Facebook. Of Snapchat. Of gewoon hier beneden abonneert, een duimpje omhoog geeft en een reactie achterlaat. Volgende week dinsdag zijn we er weer. Bedankt voor het kijken. En later. Kijk uit alsjeblieft. Oké. Later.